Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review. We zijn bij het einde van het jaar en de flop 10 hebben we al gehad. Dus het is tijd voor de top 10 met de beste films van 2013. Laten we maar gewoon gaan beginnen. De top 10 met de beste films van 2013 wil ik openen met een film waar ik enorm van heb genoten. Het is een zeer smakelijke horrorfilm. En eentje van een regisseur die ik nu heel erg hoog heb zitten. Vooral na deze film. I think something bad happened to him. Follow me this way. Het is The Conjuring van James Wan, waarin een gezin wordt lastiggevallen door spoken. En de familie Warrens, Ed en Lorraine Warren, die gaan op onderzoek uit om naar te kijken. Een klassiek verhaal zou je zeggen, maar de gebeurtenissen zijn zo goed verteld. De film zit zo goed in elkaar dat je daadwerkelijk anderhalf uur gespannen zit te kijken. En dit doet precies wat een horrorfilm moet doen. Namelijk anderhalf uur je hart sneller laten kloppen, bang zijn, schrikken. Maar een constante spanning vasthouden. Dit is horror van hoog niveau. Who are you? De nummer 9 in onze lijst staat de film Spring Breakers van Harmony Korine. Goddank voor Harmony Korine. Zijn vorige film Trash Humpers vond ik al fantastisch. En dat concept heeft hij eigenlijk een beetje verplaatst naar Spring Breakers. Hierin gaat een groep dames met Spring Break feesten. En dat loopt allemaal uit de hand wanneer ze rare feestjes bezoeken met drugs en zo. Dan worden ze gered door Alien. En Alien, gespeeld door James Franco, is een waanzinnig personage. Het is een perfect beeld van deze maatschappij. En Franco zet dat waanzinnig neer. Hoe vaak kun je herhalen, look at all my shit. Look at all my shit. Look at all my shit. I got Scarface on repeat. Alleen daarom moet je deze film al zien. Een waanzinnig bijzonder een stukje film met hele mooie montage, hele mooie cameravoeringen. Alles is perfect, uniek. Dit ga je niet snel weer zien, dus kijk hem snel. Op nummer 8 staat een film die ook eindelijk dit jaar wereldwijd te zien was. Een film van Rob Zombie en in mijn inziens Rob Zombie's beste film. Lords of Salem. Hi, are you the new tenant? Het verhaal is niet zo heel erg bijzonder. Het is in feite Rosemary's Baby opnieuw verteld met een heksentintje in Salem. Wat gebeurt er dan wat zo goed is? Rob Zombie zet hier een audiovisueel bijzonder werkje neer. Met heel veel mooie sfeerverlichting zet hij een hele creepy sfeer aan. Maar ik ben vooral gecharmeerd van wat hij hier in geluid doet. Hij weet een film anderhalf uur van zo'n uitgebreid geluidspatroon te voorzien. En zoveel verschillende lagen te gebruiken. En ook met het laag zulke waanzinnige dingen te doen. Als hij net zoveel aandacht aan zijn muziek zou besteden als aan zijn films. Qua geluid, als deze film qua geluid, dan heb je een van de beste componisten ter wereld. Ga Lord of Salem dus snel kijken. This is my friend, Scott Thorson. You are incredible out there. Op nummer 7 in onze lijst staat de film Behind the Candelabra van Steven Soderbergh. Waarin we het vriendje van de beroemde toetsenist, of pianist eigenlijk, Liberace volgen. Dit verhaal is heel bijzonder, want zijn ex-vriend heeft hem aangeklaagd en voor heel veel geld. En vervolgens heeft hij daar ook nog eens een boek over geschreven. Maar deze film veroordeelt ons hoofdpersonage, gespeeld door Matt Damon, geen seconde. Daarin is de film heel erg sterk. We volgen hem volledig recht door deze ongelijke relatie, waarin hij een soort van toyboy is. Bovendien hebben we Michael Douglas' allerbeste rol. Hij speelt hier eens een keer niet de grote macho, maar de saaiige, softe Liberace. Maar nooit over de top. Alleen en enkel zo over de top als dat die man was. Ik kon hem bijna niet van echt onderscheiden. Alles klaar, 3,40 euro, bitte. 3,40 voor een normalen café? Dat is de Columbia. Voor de nummer 6 in onze lijst gaan we naar Berlijn. Een van mijn favoriete steden. Deze film, Oh Boy, speelt het er namelijk af en volgt een jonge man die vrij weinig met zijn leven doet. Hij studeert al 2 jaar niet meer, maar laat zijn vader wel zijn studie betalen. Nou, zijn vader komt erachter en opeens is hij geconfronteerd met geen geld en de zinloosheid van zijn bestaan. Dat gezet in een waanzinnig zwart-wit gefilmd Berlijn. Met heel veel gevoel voor nuance, waarin de locaties een waanzinnige symboliek vertegenwoordigen voor zijn innerlijke worsteling. En
als je zegt innerlijke worsteling, arthouse, zwart-wit, denken mensen meteen, oh, langdradig. Maar nee, deze film heeft heel veel leuke personages en heel veel humor. En daardoor is dit een zeer uniek stukje arthouse. Op nummer 5 staat een film waar je eigenlijk in 2013 niet omheen kon. Gravity. Gravity vertelt over een ongeluk in de ruimte met Sandra Bullock. Nou, meer hoef ik eigenlijk niet te vertellen. Behalve dan dat dit een film is die op een hele bijzondere wijze opereert. In het begin wordt bijna niet geknipt. Dit is een film met heel weinig montage waarin de vrijheid, de gewichteloosheid die de ruimte bevat, terugkomt in de cameravoering die alleen maar draait en beweegt. En dat maakt deze film zo ongelooflijk bijzonder. Je voelt echt alsof je in een ander universum bent door de bijzondere beeldtaal. Is het af en toe een beetje sentimenteel? Ja, dat klopt. Het is af en toe een beetje sentimenteel. Maar dat neemt niet weg dat je hier een unieke, beklemmende ervaring meemaakt boven in de ruimte die onwaarschijnlijk beklemmend is en iedereen moet zien. Faut que je te le dise comment, putain, t'es con ou quoi? On est bien là. Op de nummer 4 staat de grote winnaar van het Cannes Filmfestival, La Vie d'Adèle. In La Vie d'Adèle volgen we Adèle, een jonge dame die een relatie krijgt met een andere dame. En de film is vooral bezig om de intensiteit van die relatie weer te geven. Ja, misschien omdat ik het laatst ook zo positief was over Nymphomaniac, ga mensen me nu een viespeuk noemen, omdat er heel veel interessante scènes tussen de twee dames in zaten. Maar wat deze film in slaagt, is de intensiteit weergeven die er op zowel emotioneel als fysiek gebied tussen die mensen speelt. En dat is iets wat je weinig in films ziet. Vooral technisch vind ik de film af en toe nog een beetje sloppy, maar hoe intens en hoe dichtbij je het leven van Adèle meemaakt, zorgt ervoor dat ik dit een van de beste films van het jaar vind. Like Bruce and Elton John and Stevie. I wanted to know who that girl singer was. My life has been all about trying to make a success. Op de nummer 3 staat een documentaire, 20 Feet from Stardom, waarin we een aantal backing vocalistes volgen die en door de jaren heen bijzondere prestaties hebben geleverd. Deze film weet een hele goede balans te vinden tussen documentaire observeren van vrouwen die constant worstelen met de vergane roem, woonkamers of slaapkamers met verhuisdozen die nog constant vol staan omdat ze constant heen en weer gaan en weinig stabiliteit in hun leven hebben, maar waarin alles draait om de waanzinnige klanken en performances van hun stemmen. De schoonheid van de backing vocalisten komt hierin goed naar voren en daarom vond ik het een waanzinnige documentaire. Stop, stop this, stop it. That is naughty in the extreme. Op nummer 2 in de lijst staat A Liar's Autobiography. Weinig mensen hebben ervan gehoord, maar in mijn ogen is het een van de belangrijkste stappen vooruit binnen de wereld van de documentaires. Wat is er namelijk gebeurd? De leden van Monty Python hebben de ingesproken autobiografie van het overleden Monty Python-lid Graham Chapman genomen en dat als basis gebruikt voor een documentaire. Maar wat doen ze? In plaats van het allemaal aan te vullen met standaard archiefbeelden, hebben ze heel veel dingen geanimeerd en archief geanimeerd. Hierdoor ontstaat een onwaarschijnlijke vrijheid in hoe je een documentaire verhaal kan vertellen. Ik heb het bijna nog nooit meegemaakt. Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dat een biografische documentaire zo dicht bij de hoofdpersoon komt als deze film. Chapeau voor Elias' Autobiography en chapeau voor Monty Python. Dat ze dit weer hebben kunnen toevoegen aan hun al zo bizar goede oeuvre. Ja, en dan gaan we nu dus naar de nummer 1 uit de lijst. En voordat ik de nummer 1 bekend ga maken, wil ik toch nog een paar interessante titels voorbij laten komen die helaas niet in deze lijst konden, maar die wel gewoon heel goed zijn en die we allemaal met 2013 moeten gaan associëren. Warm Bodies, Il Gran Bellezza, Only God Forgives, World War Z, This is the End, Don John, de documentaire, Blackfish, Your Next, The Hunger Games, Catching Fire, At World's End, natuurlijk The Hobbit, The Desolation of Smaug. En dan nu de nummer 1 uit onze lijst. De allerbeste film van 2013 is geworden. Oh, spannend, spannend, spannend. Wat gaat hij kiezen? Wat gaat hij kiezen? Nymphomaniac van Lars von Trier. Perhaps the only difference between me and other people was that I've always demanded more from the sunset. More spectacular colors,
when the sun hit the horizon. That's perhaps my only sin. Nymphomaniac van Lars von Trier is zo bijzonder omdat hij daadwerkelijk iets laat zien wat we in film nog niet gezien hebben. De seksuele groei van een vrouw van haar jeugd tot het heden dan, ze is 50. Hierin laat hij niet alleen de handelingen zien en dat het spannend is en verliefdheid. Nee, sterk zelfs, liefde is niet zo heel erg belangrijk in deze film. De emotionele bijzaken zijn veel belangrijker. En wat deze vrouw doorstaat en wat voor een rol het in haar leven heeft. En wie kan er beter bij zulke intieme emoties komen dan Lars von Trier? En dat op zo'n mooie filmische manier. Ik heb het er vorige week nog over gehad. Maar ga deze film zien. En ik ben onwaarschijnlijk benieuwd naar het vervolg hierop. Wat begin volgend jaar gaat uitkomen. En dat waren voor mij de hoogtepunten van 2013. Voor nu allemaal een heel fijn en gelukkig 2014. Prettige feestdagen, gelukkig uiteinde en een goed eind erin. Of zoiets dergelijks. Een goed eind erin? Ja, want dat is meer voor de dames. Ja, wat wil ik zeggen? Ik heb een vriendin gehad die liep het altijd. Als je dan tegen haar zei van goed uiteinde, dan zei ze altijd van ik heb toch liever een goed eind in. Maar dat was haar mening. Ja. Ik voel dit achter de, naar de aftiteling komen, Thijs.